om die ervan te overtuigen dat het waanzinnig belangrijk is om op 12 september nou een keer je stem te laten horen. Want omdat er op in 2010 zoveel mensen op de VVD hebben gestemd, zitten we nu met het wietpasbeleid. De wietpas is waanzinnig discriminerend. Het is een gevaar voor de privacy en het helpt eigenlijk een hele grote groep straatdealers in het leven. Die veel meer geld kunnen verdienen door bij een school te gaan staan. In de ene broekzak hebben ze zakjes wiet, in de andere broekzak hebben ze bolletjes kook en crack. En het is voor de hele maatschappij gevaarlijk. Het is een manier om een heel goed werkend beleid, wat we hier in Nederland al tientallen jaren hebben, waar de hele wereld naar kijkt, jongens, dit doen ze hartstikke goed, om dat om zeep te helpen. Ga dus op 12 september stemmen. En je kan op de SP stemmen wat mij betreft, maar ik heb liever dat je op de Piratenpartij stemt, want dan breng je ook nog een hele hoop nieuwe idealen in het parlement. Maar de Piratenpartij wil de wietpas zo snel mogelijk afschaffen. Wij willen wiet legaliseren en we willen drugs legaliseren en reguleren. Want door die shit te verbieden, het enige wat je ermee doet is je maakt het spannend voor kinderen om ermee aan de slag te gaan. En al dat geld wat nu besteed wordt aan agenten die weer achter straatdealers aan kan gooien, kan je veel beter besteden om mensen voor te lichten over hoe ze het beste met wiet om kunnen gaan. Zodat Nederland weer het gidsland kan worden wat het altijd is geweest. Dat wij kunnen zorgen dat de hele wereld weer gaat kijken hoe doet Nederland het goed, in plaats van hoe is Nederland op het ogenblik het wietbeleid de nek om aan het draaien. Dus heel goed dat jullie gekomen zijn en ga in godsnaam stemmen op 12 september. Want dat is de enige manier om iets te veranderen in Nederland. Dankjewel. Hey.